gaat de zwaai op zijn voet. Hallo stalvrienden, voor vandaag gaan we dus bezig met kruiden. En dat wordt dus als goed is een beetje lichte grond wat wij van plan zijn te maken. Omdat de zaadjes natuurlijk ook best wel moeite hebben om omhoog te komen. Dus aanpak is eigenlijk potgrond, zaaigrond. Dus iedere keer treetjes te maken. En dat natuurlijk heel goed fijn te maken. Dus we zijn in ieder geval met z'n tweeën. We hebben in ieder geval tijd genoeg om alles uit te pakken en erin te gooien. Dus ik hoop dat jullie ervan kunnen genieten. Dus wij gaan nu even de zaaigrond zeg maar doen. Yeah. En dan is het dus echt dat als je die balletjes hebt, die je ze even ze kapot maakt. Dat je gewoon een lekker laagje erop doet op die potgrond. Gelukkig is deze grond iets lichter dan de potgrond, dus je kan wel zien hoeveel je erin gooit. Hier hebben we dus de plantjes. Dit wordt echte kamille. Ik weet niet wat er nou echt super echt aan is. Dan hebben we hier lavendel, zomertijm, duizendblad. Dan de madeliefjes, nog een keer kamille. Dan hebben we pepermunt en citroengras. Tada! Dus die gaan we allemaal er even in doen. Ieder een ander potje. En we zien vanzelf al als het opkomt wat het nou is. Lijkt me leuk. We hebben in ieder geval nog wat te raden. Wie is geïnteresseerd? Paarden. O ja, die zien dit nooit. Een klein beetje water erin.
Anders verdrinken ze gelijk. Het is leuk als je niet helemaal ziet wat je doet. Zo, prachtig. Kom. Oh, dat bedoel ik. Ik heb al gelijk een plasje gecreëerd hier. Oké, schuddend dan. Dat werkt beter. Zo, tada. Nice. Your turn. You can do it. Ja. Meer? Ja, gewoon dat. Ja, zo. Net loopt er een man achter. Ja, zo een zelling. Oh, wat zitten we te kutten met dit? Dat ook echt helemaal naar achteren. Je hebt wel zo'n groot stuk erin. Nou ja, als het maar iets doet. Ja, dit is wel echt satisfying hoor. Ja. Oh ja. Het zou nog meer satisfying gaan. Dat is een afdeling. Denk ik. Ja, gooi het erin, bij wie het erin wil gooien. Dat kleine beetje. Nou. Choppie, choppie, het ziet er goed uit. We gaan even naar de plantjes, we gaan even naar de kruiden. Ik ga jullie laten zien hoe het met ze gaat. Dat er nog eigenlijk niet op is gekomen, helaas. Het is helaas niet zo snel groeiend als gras. Maar ik heb ze in ieder geval bewaterd en ze staan dus hier in het hok. Ik ga het jullie even laten zien. Hier staan ze. Hoppakee. In de kas. Ik heb nu één luikje dicht en één luikje open. Zo behoudt hij toch zijn vocht. En ik zal jullie even laten zien. Ik heb ze dus net gesproeid. Ze zijn een beetje nattig. Dus dat is helemaal prima. Ik heb expres eigenlijk er niks opgezet. Want ik had zoiets van, ja weet je, ik wil sowieso kijken of ze opkomen. Daarna herken ik ze toch wel weer. Hier heb ik lekker gesproeid. Zo. Dus in ieder geval, hier ben ik dus bezig. Ja, het is even een rotzooitje, maar goed. Ik heb dus gisteren deze gebruikt. Deze ja, buiten potgrond en zaaigrond. Nou, dan is zometeen dus de bedoeling dat ik hier een aantal planten uit ga halen. Dat ik ze dus in nog meer verschillende potjes ga zetten. Want ik heb er natuurlijk veel meer zaadjes in gedaan, zoals jullie hadden gezien. Dan komen ze dus in kleinere potjes natuurlijk wel te zitten. Want het zijn dan uiteindelijk kleinere plantjes. En vanuit dat dit, zeg maar, laat ik ze groeien. Dan wil ik ze dus naar buiten hebben en in een wat grotere pot plaatsen. Zoiets als dit. Eeuw, met de spin erop. Maar daarna gaan ze dus op naar de paddock. De paddock. Die zijn nog niet verhuisd. Dat hebben jullie gezien. Maar die gaan natuurlijk naar de stal toe verhuizen. Waardoor ik dus deze paddock tot mijn beschikking krijg. En niet om het een paddock te houden, maar om er een wellnessweidje van te maken. Zodat de paarden gewoon altijd gezond kunnen blijven. En bijvoorbeeld een diesje die nu dus hoe gevangen is. Om daar iets op te vinden waardoor ze het minder snel zal worden. Dus ja,
eigenlijk overal een win-win situatie. Helemaal heerlijk. Nou, Dimi is dus nu momenteel bezig met het zorgen voor de juiste bemesting van het land. Dus dan ga ik even een videootje voor jullie nemen. Hoe en wat, hoe het gedaan wordt. En dan moet het land toch weer oké zijn voor in ieder geval voor van de zomer. Zodat het in ieder geval goed groeit. Dus ja. Ik ben wel blij dat het in ieder geval mooi groen is. En dat de mols open weg zijn. En dat het er gewoon goed uitziet. Ja, helemaal happy. Dus dat is ongeveer hoe het gaat. Ja, dus nu is in ieder geval het land bijgewerkt. Helaas zijn we er dus nog steeds niet vanaf. Nog een spuit voor DC. Gelukkig vindt ze het niet vies. Maar toch, het is een groot nadeel. Wij zien nog niet helemaal verbetering. Minder als dat we hadden gedacht. Dus dat is wel een beetje balen. Maar ja, goed, weet je. Je moet gewoon doorgaan en kijken of het toch nog ergens beter gaat worden. Goed zo, meisje. In één keer. Nou, toppie. Ja. Zo. Hey, Jas. Ja, je vriendinnetje moet medicijnen krijgen. Nee, is niet voor jou. Is niet voor jou. Nee. Oh ja, blaas jij even lekker op mijn lens. Zo. Nou, ik ga even de camera op de lader zetten. En die andere ook. Want deze op een gegeven moment echt leeg te raken. Nou, en helaas. Daarna heb ik eigenlijk niet meer gefilmd. Want de camera's die wilden eerst dus niet laden. Maar vervolgens dan weer wel. Nou, toen was helaas de dag alweer over. En we hadden het eigenlijk best wel druk. Dus niet meer gefilmd. Sorry, het spijt me. Maar ik hoop in ieder geval dat jullie dit een leuke vlog vonden. En dan zou ik zeggen like, abonneer. En tot de volgende keer. Doei doei!